Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimte Remus. Ik ga even. Ik ben nu bezig al met mijn vlog van eergisteren. Daar zijn redelijk wat problemen mee. Ik ben die nu ook in een andere vorm aan het gooien. Noem maar op. En ja. Hopelijk lukt dat wel allemaal. Ik heb een thermosje genomen. Mijn koffie is doorgelopen. Jee. Ik ga het even zo zetten. Goedemorgen allemaal. Die ziet er goed uit. Dan hier de koffie in. In de thermos. Wacht, ik ga het zo doen. Voilà. Koffie, koffie. Lekkere tasje koffie. Voilà, en dat zit er nog in. Dan ga ik zelfs in een lekkere tasje gooien. Tekst zat erop. Mijn twee grote mokken zijn al in gebruik. Deze zet ik hier. Ik ga zelfs een lekkere broodje, wit brood eten. Maar eerst hier dit gedeelte opruimen. Ik zal zeggen, timeslap mode. Zo, de afwas gedaan. Ik hoop dat jullie, en dan wat opgeruimd, ik hoop dat jullie daarvan hebben genoten, van die timeslap. Even kijken, dat staat nog op tafel. Dat staat niet op tafel. Oei, hier staat nog een kast open. Niet de bedoeling. Ik ben wel nog iets aan het zoeken. Zoeken. Ja. Ik heb het gevonden, het is suiker. Oh, mijn klontjes suiker zijn op. Oké. Dus, wat roeien met de riemen die we hebben. Dat is een zondag. Even deze koffie, het laatste koffie, hierin schenken. Voilà, dan is de koffie op, alles is op. Waar zijn de koekjes dan? Op, alles is op. Kennen jullie die liedje niet, mensen? De volwassenen moeten die wel kennen. Want dat waren onze jeugdjaren. Op, alles is op, ja. Dan doe ik er nog wat suiker bij. Oei, is het al een klein lepelje. Voilà. Wat suiker erbij. Dan nog wat melk erbij. Ja. Dan ga ik dit klaarzetten bij de computer. Hoorde ik net mijn bel of niet? Nee, ik hoorde mijn bel niet. Maar dat van ergens anders. Oei, er is een zieke, een dokter is langs aan het komen. Niet voor mij. Nee. Dan de boter er nog bij nemen.
ik ga denk ik een paar sneetjes meenemen naar mijn computer toe. Dan ga ik daar supermarket simulator testen voor een livestream te doen. Tot nu toe is alles goed aan het lukken. Maar nu ga ik eerst, jawel, lekkere Nutella eten. Als verandering, hè, mensen. En dan zit ik juist in de keuken en dan pak ik mijn boterham niet mee. Brood niet mee. Ik ga wit brood eten. Lekkere witte brood. Voilà. Dan heb ik nog een mes nodig. Een mes. En misschien voor het in twee te snijden. De toog heeft mij weer al. Oh, dat doet niet goed. Dat doet niet goed. Dus die hand hier heeft me gehad. Ik ga die er zelfs eens afkloppen. Ja. Voilà. De afwas is weer gedaan. Daar ben ik wel blij om. En ik ben nu al nieuwe afwas aan het maken. Dat mag. En waarom ben ik zo stil? Ik weet het niet. Het is al fucking al voorbij 10:30. 1. Twee. Drie. Ik ga er 3 maken. 3 met choco. Boter met choco. Dan. Nee, de bato staat hier niet. Dit wordt mijn plateau, mensen. Dit wordt mijn plateau. Dus hier ga ik mijn boterhammetjes opzetten voor naar de computer te dragen. Dat ik daar dan zelfs een leuke livestream kan doen van Supermarket Simulator. Proloco, of zoiets. Loki. Logistiek. Ik weet het niet. Ik hoop dat jullie daarvan gaan genieten. Ik ga gewoon mijn boterhammetjes maken. Dat is boterham nummer 1. Hupsa 3. Boterham nummer 2. Daar waar boter op moet. Hoe lang ben ik ermee bezig? Eens even kijken. Ik ben op 5 minuutjes en 10 seconden begonnen. Oké. Dus ik ben nu op mijn boterham nummer 2 bezig. Nu nummer 3. Met boter. Alleen maar met boter te smeren nog maar. Hè. Dat wat overal is. Voilà, de boter zit nu wat overal. Dan ga ik de chocopot erbij nemen. Dat is voor boterham nummer 1. Ik snij ze nog in 2, hè, mensen. Ze staan dat ik redelijk veel op mijn, zeg het op mijn mes doe, dat ik het dan overal kan opsmeren. Dat dat niet op ene kant is. Voilà. Boterham nummer 2. Voilà. Ik hoop dat ik wel vandaag iets speciaals kan doen. Dus even denken. Boterhammen zijn goed. Het wit brood, hè. Een beetje bijnemen. Voilà. Doe het niet thuis. Wrijf het gewoon terug aan de chocopot af. Maar ik vind dat zo lekker. Dat... Oh ja.
Dan ga ik de boterhammetjes terug op elkaar plaatsen. Voilà, nu heb ik hier 3 boterhammen. Ja, die snij ik dan nog eens in 2 en die leg ik dan op bord. Voilà, dat is boterham nummer 1, boterham nummer 2. En dan vallen jullie. En dan nog eens boterham nummer 3. Hier is er toch wel redelijk veel otterke voorbij hoor. En op die mes, die lik ik niet af. Omwille van, hier zitten heel scherpe kantjes aan. Als je daar je aan moet snijden, piepa, 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 dan. Ik zet altijd alles terug zo wat in de week. Dat was mijn koffie dingen. Nu zet ik mijn messen nog wat in de week. Voilà. Nu. Mijn boterhammen op mijn bord leggen. Voilà, ik pak jullie dan daar weer mee vast. Hupsatree. Kijk eens daar. Oh, een lekker ontbijtje. Eigenlijk brunch. Maar dat eet ik wel ondertussen tijd als ik een livestream bezig ben. Want ik heb het nu wel verdiend voor een livestream te doen. Want ik heb toch al schoongemaakt, ik heb afgewassen, noem maar op. Hier is al één notteke die redelijk vaak op en af rijdt. Dat is een blauwe notteke met een begonia aan. En ik weet niet waarom. En ik wil ook niet weten waarom. Nee. Ik ben wel een klein beetje nieuwsgierig, maar ik wil het toch niet weten. Ze hebben dan ook nog wat kroketjes eten met gele curaçaos en appelmoes. Dag nummer 2. Ja. Ik probeer hier wel alles zo een klein beetje op te werken. Ik ben nu aan het kijken waar je die kan neerzetten. Mijn boterhammen. Deze fles gaan we even hier zetten. Die kunnen we even hier zo neerzetten. Voilà. Kan ik subiet livestreamen. Maar eerst nog de boter en de melk terug in de koelkast zetten natuurlijk. En voilà. Ja, de frigo is toe. De rest mag blijven staan. Voilà, en dan ga ik eens hier zijn. Maar ook eerst eens even kijken hoe het zit met mijn vorige vlog. Die moet nog een kleine 4 minuutjes doen. Dus daar ga ik nog even op wachten. Die ga ik dan nog gewoon in de upload gooien. En dan kan ik pas gaan livestreamen. Yay. Hallo kijkers. We zijn nu opnieuw eens even Rubikub aan het spelen. Kijk eens naar mijn getalletjes. Jawel. Kijk eens, hier is de zaak voor u. Daar is de zaak. En ik heb vandaag al 2 livestreams afgeleverd van 1.5 uur. Dat betekent 3 uren aan een stuk al gelivestreamd. Oh ja, joh. Ja, de tijd vliegt. Ik ben naar een nieuwe serie, heb ik daar gelanceerd. Supermarkt Simulator. Dus dan ben ik een supermarkt gaan proberen heel groot te maken. En? Wil je als baby een wapen dan weet ik of je kunt of niet. Oké, ik zal het even gaan rapen. En wat wil ik nu weer al zeggen?
Mijn schat heeft ook een heel mooi gedichtje voorgelezen en ik kan niet. En wil je die gedichtje nog eens voorlezen of niet? Dat dat hier ook in de vlog zit. Je moet zelf kiezen, want het is van u uit. Misschien ooit, maar nu nog niet. Ah, nu nog niet. Oké, okay, goed. Als ze het willen horen, moeten ze livestream maar terugkijken. Ja, livestream terugkijken. Dat is op het einde bijna. Dus zoals, ja, op het einde toen, voordat mijn stream in crash ging mode. Ja. Was dat juist opgenomen, per geluk. En ze heeft daar ook heel mooie commentaar op gekregen. Maar nu ga ik terug verder Rummy Cup spelen. Wat ik dan daarna nog ga doen, dat weet ik nog niet. Ik ga ook nog zelfs nog koken, want daar staat ook nog iets in op het vuur wat ik ook nog kan opgebruiken. En dat ga ik dan ook doen. Ik denk dat ik zelfs opnieuw kroketjes ga bakken of frituren. Heb jij al genomen? Nee, ja, ik heb al genomen. Ik kon je niet. Ik kon niet, heb ik gezegd. Ja, ik klopt. Heb het niet gehoord, omdat je bleef wapen, dus dan hoor ik dat niet. Ah, oké. Okay. En we zijn aan de fotoradio aan het luisteren. Nu is het Queen, We Will Rock You. Dat wil ik gaan luisteren. Vond je dat ook een goed liedje? Ja, dus. Hoppa, hoppa. Een bericht richting Doekie, of iemand die ook Doekie kan bereiken. Ik wil nog eens met hem eens samen rond de tafel gaan zitten of in een babbelke slaan. Om alles uit te klaren. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden. Zonder ruzie te maken ben ik wel nog uitgeruid. Ze is nu ook nog aan het kijken als ze haar eigen laatste blokjes... Deze, die drie had ik, hè? Ja. Dus haar laatste blokjes ook nog kan kwijtspelen. Maar ik ben volledig uitgespeeld. Yay! Ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Zij is gewoon nieuwsgierig. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier de spiegelbeeld, hier de gewone joker. Gewoon, wacht, hè, gewone joker. Dubbelsteentje. Kleurverandering. Is er nog ergens nog eentje die speciaal is? 1, 2, 3. 3 jokers liggen hierop. En we hadden, hoeveel jokers hadden we? Schat? Van elk 2. Ja, ja, van elk 2, maar hoeveel verschillende jokers hebben wij? Zal ik eens gauw eens in het boekje kijken. We hebben... Ah, hier, de jokers. We hebben een klassieke joker. We hebben een dubbele joker. Een kleurveranderingsjoker en een spiegelbeeldjoker. Spiegeljoker. Voilà, Sam. En als jullie het allemaal willen weten wat het allemaal inhoudt... Dan moeten jullie eens opzoeken. Rummy Cup brings people together. Nee, dat is het dus niet. Wacht, hè. Dat is niet de officiële. 9, 10, 11. Ja. Ik kan niet te hard roepen. Want ze is nog aan het denken. Of anders spreekt ze zelfs onder mijn voeten. Ik heb ze allemaal uitgespeeld. Ah, oké. Okay. Ik heb ze toch allemaal uitgespeeld? Buiten deze nog. Oké. Okay. Dus het heet... De original Rummy Cup brings people together. New jokers, new rules, new fun. Het is een witch twist. Nee, witch are twists. Editie. Staat hier zo van boven. Ziet je het? Dus als jullie dat ook wel eens gaan spelen, ik zal zeggen, veel kijkplezier. Jullie zien het. Help! We zijn verslaafd aan Rummy Cup. Maar dat is fijn. Dan train ik ook je brains. Brains, yeah. brains. Allee, ik zie jullie allemaal nog straks terug. Misschien nog straks nog in een livestream, wie weet. Ja, mensen, ik heb dus ook een short movie geüpload. En met daarin ook met dezelfde tekst. De vlog 1767 gaat nu weer offline. Die is dus offline gegaan. Gaan we in een andere formaat laten renderen. Daar ben ik momenteel mee bezig. Hopelijk lukt dat. Ga hem dan wel echt waar dat deze vlog zeker online komt. Dus ik doe eet altijd mijn uiterste mijn best. In de goede vorm dat hem ook dan niet blijft hangen in het midden van het filmpje. Of dat er no sound is. Dan daarbij heb ik voor het laatste poging een andere formaat gezet. Dan heb ik alles op alles gezet. En dan weet ik ook niet meer hoe ik het verder kan doen. Dus dit is mijn laatste poging waar ik nu voor vlog 1767 bezig ben.
Dan zijn eigenlijk de vlogs 1767 om 14 uur online gekomen, 68 is om 17 uur online gekomen en de 69 om 19 uur online gekomen. Dat zijn de 3 vlogs op 1 dag tijd. Ik weet niet anders hoe ik alles dan terug in de perfecte volgorde online zal krijgen. Groetjes, Psycho. Dus als ook in een short movie gegooid, dan weten jullie dat. En daarbij, ik ben nu nog even terug. Wat ik ook gisteren heb gegeten. Lekkere kroketjes aan het maken. Met lekkere gele currysaus. En ja... En daar doe ik dan s'avonds nog lekkere appelmoes bij. Dus ik ga nu ben nu aan het denken, de kroketjes laten bakken. Dus we gaan die laten zakken. Voilà. Die is nu lekker aan het friteuzen. Daarna ga ik ook nog 2 frikandellen nemen. Die gaan dan s'avonds in de friteuze. Ik heb ook al een diep bord klaargezet. Daar gaan dan s'avonds nog de kroketjes in. Lekkere gele currysaus, die ga ik nu ook al laten opwarmen. Ik denk 2 minuutjes dat genoeg gaat zijn. Voor een heerlijk warme gele currysaus. Voilà, staat op 2 minuten. Dan gaan s'avonds de kroketjes hierin, de appelmoes, de gele currysaus en de frikandellen. Voilà. De frikandellen liggen er nu al in, maar daar ga ik ook nog een klein bordje voor nodig hebben, want op dat klein bordje, daar snij ik mijn frikandellen ook al op. Voilà. Die ga ik daar dan ook al opleggen, tot mijn kroketjes klaar zijn, dan kan ik die daar ook opgooien. Dan wil ik ook nog wel iets heel leuks in mijn vlog gooien, wat ik momenteel alleen ga doen. Ik weet niet, als de toekomst, in de toekomst nog iemand anders daar ook aan mee gaat doen, dat weet ik nog niet. Eens even kijken, hè. Want ik had iets heel leuks gevonden. Dan, ik ga eens gewoon eens, eens even kijken. Ik ga eens eentje van film nemen. Nee, ik ga een ander nemen. Algemeen. Bundelreis. Zo is de titel, Bundelreis. Mijn kleindochter beaamt mijn begaafdheid als ze een gedicht uit het boek voordraagt. Schommelend de ongerepte natuur plaagt, die een enkele hoofdstuk niet heeft erkend. Grove taal gescheidt niet in mijn schrijven. Stroomt niet over de lijnen van het papier. Haar mond vermaakt zich met het plezier. Dat maar zelden tot het eind wil blijven. Ze ziet mij als leerzame stof voor de mens die in journaal leeft en de avondkrant waar hij overleden een bericht wegzet. De meeste koppen met niet tweedehands en reizen met mij van huisraad tot hand. Tot nu heeft ze het versnipperen belet. De schrijver is daarvan van Wijnand Raben. Dankjewel Wijnand Raben voor deze hele mooie tekst. Dus het kan zijn dat dat later ook er dan nog in zit en al. En nu ben ik terug bij de kroketjes. Heel snel. Of anders is die zelfs allemaal opengesprongen als het te laat is. Mijn gele currysaus is ook al in orde. Deze. Goed. Afschudden. Voilà, deze gaan dan integraal borden. Ja, ik moest eentje tegenhouden. Voilà. Daarna
We gaan de twee frikandellen erin. Voilà, ça. Laat die ook maar nu maar lekker bakken. Deze doe ik dan het laatste in. Wat ik nu ga doen is draaien telkens keer. Al pletten. De kroketjes al echt fijn maken. Allee mensen, hup hup hup. Laat het ook in de comments weten als jullie het lekker vinden. Voilà. Daar gaat dan zelfs mijn gele currysaus, mijn frikandellen, er ook nog in en appelmoes. En dan bon appetit. Ik zie jullie allemaal nog stressjes terug. Ik hoop dat jullie ook al van de twee livestreams al hebben genoten. Die al echt al toch 3 uur hebben geduurd toch vandaag. Misschien heb ik het al eens gezegd. Sorry als ik het tweede keer zeg. Maar voor de rest, alles is oké. Tot later allemaal. Jojojo. Weet je wat eigenlijk heel kut is aan het begin van een Rubik's Cube spel? Als je je eigen... Dus je moet altijd 14 getallen in het begin trekken. Maar daarna moet je dus zo het zesje continu doorgeven. Dat je dan telkens keer weer al je eigen en dezelfde getalletjeskleur trekt. Dan kun je nog niet verder hè, dan 30. Nu heb ik 2 getalletjes. Allee, 2 keer 2 getalletjes die dezelfde kleur hebben. Oké. Ik word dat zo stressig van. Maar ja, daar kunnen wij niks aan doen. Hè. Nee. Raap ik nu een goeie? Raap ik nu geen goeie? Ik ga het jullie nu zeggen. Ik raap geen goeie. Dus mijn schat is het. Ik zal de washandje geven. Daar steentjes in zitten. Ja, wij hebben de verkeerde woord, hè? Wij zeggen altijd de verkeerde woord, hè? Ja. Maar dat is gewoon wij. Wij niet alleen. Er zijn nog een koppel die dat dus zegt. Maar we gaan de namen niet noemen. En je kent ze ook. Ik weet het even niet. En ik heb weer al een slechte. Maar misschien wel naar de goede kant toe. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie zelfs allemaal terug. Mensen. Ik ben toch stikketig kapot. Ik moet mijn schatje Sabiet nog terug naar huis brengen. En... Zie, als ik altijd een vlog begin, dan is het mijn tour. Nee. Ik ben echt moe. Maar ik heb nog wel altijd een tour voor jullie. Voor jullie. De vlog in ook anders zeker, natuurlijk. Ja. Hoe moe dat ik ook ben, dus eerst ga ik mijn schatje veilig en wel richting haar thuisje brengen. Naar haar huisje. En dan, als ik van haar thuisje ben, ga ik de vlog in een kander steken. En als de vlog in een kander gestoken is, ga ik lekker in mijn bedje kruipen. Misschien dan nog wel de familie nog gauw bijbenen. Misschien. 9 van de 10 kansen ben ik daar zeker van. En dan, knor. Nee. Wanneer? Nee. Wanneer? Familiebijbenen. Ja. Van welke week? Ja, van vorige week. Ah. Ja, die 2 afleveringen waar ik nog achter sta bij jou. Ja. Nee, niet bij mij, bij familie. Ja, bij familie, maar wat jij wel al gezien hebt en ja. Ik nog niet. Voilà, dat bedoelt ze. Oké, dus dan ga ik dan nog kijken. Dus van donderdag en vrijdag... Donderdag en vrijdag, ik moet ergens meelachen. Donderdag en vrijdag moet ik dus nog bijbenen. En ik heb wel eens wel afbeeldingen gezien. Ik heb ook niet naar de spoilers gekeken. Ik heb nog naar niks gekeken. Maar wel naar die afbeeldingen. En dat spreekt me toch wel aan om te zeggen van... Je moet kijken. En mijn schat zei daar ook al. Je moet zeker familie kijken. Allee, dan zal ik maar naar familie kijken, hè. Want nu hebben ze mij
zowel via de afbeeldingen nieuwsgierig gemaakt, als met een schat hebben nieuwsgierig gemaakt. Maar het is echt een goede aflevering. Ah, voilà, dat mag ook wel eens dan eens gezegd worden. Oh my fucking god. Wat? Dat is een mooie afbeelding. Dames en heren, dit is echt... Wow. Die bergen... Dat helderende water, waar je de stenen op de oppervlakte ziet. En wat is een review van in een afbeelding? En dan daar, vannacht, heb je dan nog zo sneeuw. Dat is wel mooi. Mooi landschap. En van waar is het? Van Lake Te Kapo in Nieuw-Zeeland. Ah wel, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Leuk, leuk, leuk. En ik heb een klein beetje slecht nieuws opgevangen. Dus even kijken. Dat was bij IJsland. Daar is, schijnt dat daar weer al die ene vulkaan weer al aan het uitbarsten is. Vulkaan op IJsland voor de vierde keer uitgebarsten. Lavastroom nadert warmwaterleiding. Oh. En wat houdt dat dan? Oh my god. Zie, dus wat afbeeldingen. Via Rutters. Ad Rutters. Of copyright Rutters. Jorge reis van via Rutters. En dan heb je hier nog een... Oh, zie, dus hoe mooi dat die afbeeldingen zijn. Jorge reis via Rutters. En nog eentje van copyright van AP. Ik moet dat er wel bij zeggen. Dit is van Nahiel Belgeré. Dus even kijken. Oh my god, daar. Wow. Oh my fucking god. Ziet dat dus aan. Oh, ik moet even verder uit zelf ook uitzoomen. Oh my god. Ziet er wel allemaal mooi uit, maar het is levensgevaarlijk. En jammer voor de inwoners die daar echt in de buurt wonen, die kunnen niet terug, hè. Die kunnen gewoon niet terug. En dat is erg. En hoe lang dat dit nog gaat duren, weet niemand niet. Er is maar één iemand die dat weet. Eén iemand. En dat is moederke natuur. Voilà. Ik ga jullie niet laten. Ik ga hier de vlog mee afsluiten. Hopelijk gaat mijn vriendinneke dit ook tezamen het laatste zinnetje zeggen. Nee, daar geeft ze blijkbaar geen goesingen. Oké, dat is haar volste recht. Ah wel, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Even in beeld blijven. Geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe livestream is. Video. Of een vlog online komt, of een short movie online komt. Voilà. Voor de rest zeg ik als altijd... Yo, 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 yo!